hier was die grot. Hier was die grot. Boven waar? Aan de berg. Daarboven! Dat is bij de Wizard Tower. Bij de tovenaar. Oké, ik zie hier nog steeds dat goud. Volg het goud. En daarboven was het dus. Oké, hier naar boven lopen. Rennen. Kom op, moeten we erachteraan gaan. Ja. Oké, go. Kijk, kan je het een beetje bijhouden of niet? Want ik ben natuurlijk een Minecraft pro. Oh, je bent hier gewoon al. Oké, go. Hierdoor. En dan zie ik hier nog meer goud. Nog meer goud en... Wat? De vorige keer waren we daar bij die tovenaarstoren. Dat is daar. Maar hier zit iets. Wat is dit? Holy damn. Ik zie ook een bordje. Dit lijkt niet van een NPC te zijn. Een NPC die leidt ons ook niet ergens heen. Dit is iemand. Dit is een persoon. Er hangt hier een lamp. Er is hier een soort van... Gek, dit ziet er zo sick uit. Misschien kunnen we hier gaan wonen of zo. Wat staat er op dat bordje? Joh. Er ligt echt geen goud hier. Ga weg. Ik ga dit goud meenemen hier. Ik wil dat goud hebben. Hier, hop, goud. Neem het goud mee. Ja, maar je hebt er niks aan. Ja, weet ik veel. Misschien kunnen we de tovenaar daarmee omkopen of zo. Of misschien degene die hier binnen zit. Als hier überhaupt binnen, iemand binnen zit. Wat zijn dit, kisten? Nee. Ik kan hier niks mee. Oh, jij gaat gewoon naar binnen. Jij wil ja, gewoon waarom binnen. Niet? Ik heb geen pickaxe. Of geen torch. Heb jij een torch? Ja, hier. Oké, ik neem deze van de muur even mee. Want ik zie helemaal niks hier anders zometeen. Er ligt hier geen goud. Niet verder lopen. Kai, ja, we hebben niet veel bij ons, maar ik wil ook weer niet dood. Nou ja, zullen we gewoon verder kijken wie of wat dit is? Gaan we. Ja, voor hetzelfde geld kunnen we vrienden maken. Vrienden maken? Heb je ooit een server meegemaakt waar je vrienden in kon maken? Ja, Mindopia of zo, maar... Heb je ooit een server meegemaakt waar je vrienden kon maken? Nou, nee. Meestal slacht iedereen elkaar meteen af, zo. Hoppakee, zo gaan ze dan doen. Oh, sorry. Deed dat pijn? Ja. Oké, okay, ja, ik wist niet... Ja, weet ik veel. Hé, daar staat iemand. Huh? Daar. Oh my god, daar is het! Sodomy Drop staat hier! Ik ga erachteraan en ik geef je nog één kans. Wat staat hier? Wat zei ik nou? En er staat hier een... Ah, oh, sad face. Holy damn! Doe net alsof je niet thuis bent. Huh? Ik hoorde een stem. Wat? Ik hoorde ook stemmen. Sam, blijf hier zitten. Huh? En daar zie ik duiven. Dit wil zeggen dat hij gewoon in ons huis is geweest waarschijnlijk. Als je logisch nadenkt, Kai, kan je dat? Logisch nadenken? Kan je dat? Hey Kai, kom terug, kom! Ik durf het niet alleen! Er zit iemand binnen en we horen hem, dus dit is een beetje gek. Goud. Hey, nee, goud. Pas op! Hij heeft het tegen ons, denk ik. Pas op voor de wolf staat op de deur. Wie zijn jullie? Hallo? 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 Wij zijn vriendelijk. Ja. Wij zoeken vrienden hier in deze server. Ik geloof er niks van. Jullie zijn zeker die gekke, enge gozer van vannacht. Ga weg. Gek, enge gozer? Zou die het over die Cryptico dan ook hebben? Oh, dat wat zou je daar? Goed kunnen. Huh? Cryptico? Oh. Ja, ken jij Cryptico? Kan je meer over hem vertellen of zo? Kan je nee, meer... ga weg. Ik wil er niks mee te maken hebben. Wegwijzen. Kai. Hey, joh. Ja, wil jij die deur eens openen? Oh, daar komt hij al aan. Oh, doe normaal! Wij komen in vrede! Wij komen in vrede! Ik kom pijlen voor je terug, Pam. Ik heb hier pijlen in mijn hand. Pijlen? En die mag... Bewijs het. Bewijs dat je met vrede komt. Kijk naar zijn hoofd. Dat is een en al vriendelijk. Hier, pijlen. En kijk naar mijn hoofd, ja. Ik heb gewoon zwarte ogen, net zoals jij. Heb ik zwarte ogen? Ja, je hebt zwarte ogen. Oh, echt? Ik kijk even in de spiegel. Oh ja, ja, ja. Heb je een spiegel, ja? Ja, wil je het zien? Ik wil het zien, ja. Mogen we binnenkomen? Is er ook een wolf daar binnen? Ja, die is vriendelijk. Die doet niks. Ja, volgens mij is het een grapje. Je hebt helemaal geen wolf, of wel? Sam blijft daar zitten. Ik geloof Sam. Ik jou. Oké, kom maar. Oh my god, je hebt echt een wolf en een spiegel. Hij heeft een spiegel, kijk dan. Je hebt een groot huis. Holy damn. Maar... Wat? Oh, je hond heet Sam. Wie zijn jullie? Vertel het. Marnik? Ik ben niet Marnik. Oh. Nee. Dat kan. Hallo, niet Marnik en Marnik. Ja, nee, hallo. Je hebt een bed. Ja, we hebben al een nacht niet geslapen. Al één nacht niet. Het klinkt alsof het zo lang is, maar dat is het helemaal niet. Eén nacht hebben we niet geslapen. En ik wil eigenlijk wel zo'n bedje. Mogen we hier een keer slapen of zo? Als we bang zijn? Ja, natuurlijk. Kijk, hij heeft veel geld. Kijk. Afblijven. Jemig. Wat doe je nou? Zijn wij de slechterik of ben jij de slechterik? Wij niet. Nee, jij pakt mijn geld af. Jij wil aan mijn geld zitten. Blijf af. Ik kom ook wat geld terugbrengen trouwens. Er ligt overal geld. Huh? Zit je nou te tellen?
Oh nee, is mijn geldzak weer kapot gegaan onderweg. Geef terug. Hey, hallo, we komen terugbrengen. Niet slaan. Ja, dankjewel. Er ligt nog veel meer daar buiten. Dat moet je maar eens een keer oprapen. Maar... Maar kan jij iets vertellen over die Cryptico? Want hij... Oeh, zeg zijn naam niet. Oh, ik hoor ook een gek geluid ineens. Je moet niet zijn naam zeggen. Oh. Maar hoezo? Nee, dan komt hij op je af. Dat weet ik. Niet zijn naam zeggen. Dat... Cryptico. Ik doe normaal. Ik was zeggen... Is hier buiten, hallo? Oké, nee, er is niks te zien hier. Hey, kan de deur op slot? Oh nee, die kan niet op slot. Nee, ik wil niet opgesloten worden in zijn huis. Maar die guy, die was voor ons huis net. En toen zagen we jou. Niet. Ja, die was voor ons huis. Ik dacht dat jullie die man waren. Die Engert. Wat is dat überhaupt? Wat? Ja, die man. Ja, dat... Ja, dat is een heel lang verhaal. Het is een demon. Dat kan ik je vertellen. En demonen is één ding waar ze niet tegen kunnen. Dat zijn toverspreuken. Mm-hmm. Demonen, toverspreuken. Oh. Ja, wij weten hier vrij weinig vanaf, maar... Ja, dat weet je. Ik denk dat we ons moeten verdiepen in toverspreuken. Oh, ik heb een idee. Oh my god! Wat gebeurt hier? Naar binnen. Oh, wat? Doe jij dit? Nee, dat weet ik niet. Holy damn! Ik ben dood. Heb je eten? Ja, hier. Wat ben je helemaal in paniek? Wat is dit? Wat was dat? Afblijven. Oh. Nou. Wat was dat? Ik weet het niet, het was een toverspreuk volgens mij. Toverspreuk? Is dat die tovenaar die wij hebben opgesloten? Ken je die tovenaar? Nee, dat is Harold. Dat is niks mis met die gozer. Harold? Oh, ja. Dat boeit niet zo erg zeker dan Harold. Nee. Jongens, ik heb een klus voor jullie. Wij hebben nooit gevraagd om een klus. Nee. Hier, neem deze. Ja. Oh my god, een zwaard! Damn! Trek dat aan. Ja? Oké, kom mee. Laat me wel goed. Kijk hoe je eruit ziet. Kijk hoe je eruit ziet. Kijk die guy. Kijk je zwaard. Oh, doe normaal. Hier, neem het mee voor geluk zo, alsjeblieft. Hé, wat is dat? Een geluksmunt? Geld. Ja, geluksmuntje. Dankjewel. Oké. Mannetjes, jongetjes, kom mee. Oké. Zoals jullie zien... Dit is heel eng. Ik ben nog steeds heel bang, jongen. Sorry. Deze mijn is afgesloten, zoals je ziet. Ik durf niet meer naar binnen. Maar jullie moeten. Hoezo? Wij komen hier net en ineens moeten wij een klusje voor je klaren. Ik vind het nergens op slaan. Wij zoeken gewoon wat eten en vrienden. En dat is alles. Kom mee. Ik leg het je nu uit. Hallo, meneer Cryptico. Zeg zijn naam nou niet. Oh. Ik begin het wel een beetje serieus te nemen. Je moet niet zo gaan doen nou, want... Nou ja, maakt deze mijn, hier, het is mijn opslagmijn en mijn goudmijn. Dat kun je wel zien, er ligt allemaal geld. De rails is zelfs van goud gemaakt. Jemen. Ik ben zo bang voor die toverspreuken dat ik eentje diep in deze mijn heb verborgen, zodat niemand eraan kan komen. Zelfs Cryptico niet. Wat doe je nou, Kai? Kom op! Hey. Ik doe het per ongeluk. Toverspreuken is het enige waar hij niet tegen kan. Hij kan ze zelf ook, maar het is ook zijn zwaktepunt. En daarom moeten jullie er hier gaan halen. Oké, ja, snap je? Maar waarom doe jij dat niet? Ik durf niet meer naar beneden. Het is daar best eng. Stap in. Ik ga wel eerst. Doei, vergeet niet de torch. Oh, wat is dit? Jee, man! Oh mijn god! Doei! Oh mijn god! Oké, hoe groot is dit? Dit is groot! Damn! Oké, ik viel hier bijna naar beneden. Holy damn, waar gaan we helemaal heen? Ik heb alleen een zwaardje, ik heb alleen een shirtje. Meer heb ik niet. Oh, hier is het einde volgens mij. Ik ben er. Kai! Hey! Ik wil je helemaal niet zijn. Jongens, horen jullie me nou nog beneden? Ik hoor je! Ik heb nog één ding. Vergeet niet de toortjes te volgen. Blijf bij de toortjes, volg die. Ja, komt goed! Oh, Kai, we hebben er helemaal niet om gevraagd. Hoezo zitten we opeens hier? Ja, weet ik veel, maar die bordjes die we zagen in die tunnel, dat was waarschijnlijk voor die krik... Zullen we hem gewoon... Hoe zullen we hem noemen? Want we kunnen zijn naam dus niet meer noemen. Hoe gaan we hem dan gewoon noemen? Die guy. Of meneer C. Of weet ik veel. Nee, dat klinkt allemaal... Moet een beetje badass klinken, toch? Want volgens misschien mij weten de mensen badass. Iets. Die kunnen dan een reactie achterlaten. Holy damn! Wow, dat was hem! Oké. Ik ben bijna dood. Nee. Ga uit! Kom op! Oké, zag je dat net? Ik denk niet dat hij wil hem die guy noemen.
Die guy, nee, wat dan? Hij liep die kant op. Maar daar gaan die toortjes niet heen. We moesten niet, nee, kijk. Volg hem nou niet. Oké, we weten niet wat het is, wie het is, maar hij weet wel dat hij sterk is. Ik heb nog een half hartje, dus ik ga even snel wat eten. Voordat ik hier dood ga in deze grot. Dit was mijn laatste eten, dus ik heb niks meer bij me. Oh my god, we hebben echt een probleem. Zullen we gewoon die toortjes snel gaan volgen? Een beetje tempo gaan maken? Ja. Met het zwaard in de hand. Oh mijn god, ik hoorde iets. Was jij dat? Liet je een boer? Ik heb wel een beetje honger, maar dat was niet mijn maag volgens mij. Ik hoor het. Kai. Ik hoor zulke gekke geluiden en zo allemaal om ons heen. Het is zo eng hier. Ja, ik wist niet. Oh my god! Hier, wat is dat? Wat is dat? Ah! Wow! Oh joh! Ah! Kai, wat is dit? Ik wil weg! Het is een oog! Een vliegend oog en daar is een monster! Zie je dat? Een dinosaurus of zo! Ah! Waar is die? Kai! Oh my god! Kijk, die is dood! Ik ben ook bijna dood! Ik heb een half. Oh! Oh, die is dood! Oké, dat ging allemaal nog maar net goed, maar ik zie hier twee kopjes doorheen komen. Een soort dinosaurus of zo. Die kunnen misschien voor eten voor ons zorgen. Alleen, durf jij eerst te gaan? Durf je voor te gaan? Oh, oké. Ah, er is nog zo'n oog. Ik denk dat we gewoon moeten rennen. Rennen. Volg de toortjes. Rennen. Oh, daar gaat het eten wel sneller op. Toortjes volgen. Een kist. Er zit... Oh, wat is dit? Redstone? Wand of... Is dit wat hij zoekt? Nee, volgens mij niet. Of wel? Een firebomb. One duration upgrade. Moeten we naar de overkant springen? Nee, hier is Tix. We moeten naar beneden, gok ik. Hoe komen we dan nog ooit naar boven? Ja, met blokken misschien. Die kunnen wel weer naar boven komen. Hey. Hier is nog een kist. Hey, dit lijkt op het einde van de tunnel. Maar ik kan ook nog verder dieper naar beneden. Ik zie er allemaal dingen daar beneden. Maar dit is het misschien. Ja, dit is het. Dit is iets. En ik zie wel goldcoins eromheen. Oh, je hebt het. Nice. Ik neem dit wel mee. Dit hou ik wel bij. En moeten we nu terug? Waar kwamen we vandaan? Oh, hierboven. Dat is waar ook. Oké, ik ga hier naar boven bouwen. Oké, boven en snel terugrennen. Ik wil weten waarom we dat ding hebben. Ja, ik weet al waarom. Om dit... Hiermee... Oh, hier zitten nog die dinosaurus. Hiermee kunnen we waarschijnlijk... Oh. Tegen dat monster werken. Tegen die Mr. C. Of weet ik veel wat. Jongens, laat een naam voor hem achter in de reacties. Ik weet zo 1, 2, 3 geen naam voor hem. Ik zie overal ogen. Ik zie overal dingen. Maar ik ren gewoon in één rechte lijn door. En hier kwamen we vandaan. Zouden we dezelfde weg terug kunnen gaan? Ik denk het wel, toch? Probeer het maar. We zijn er bijna. Nog een klein stukje. Daar is het. Meneer! Een dwerg of wat je ook bent. Daar zijn we. Oh my god. Oh. Huh? Wat is hier gebeurd? Oh my god, help Kai, ik ben bijna dood. Oh, ik heb nog maar twee hartjes. Oh, die monsters zijn zo zwaar irritant. Ik ga daar nooit meer in die cave. Het is goed met hem. Oké, maar wat is hier gebeurd? Een explosie? En staat hier help. En staat hier... Hij heeft... me gevangen genomen. Help. Oh my god, Kai. Ik neem even wat eten van hier mee, hoor. Oké, ik neem dit even mee. Goud. Dit is ook goud. Ik moet dit opeten, hoor. Zo. Oké, nou krijg ik er wat bij. We hebben het gestolen van hem, maar waar is hij? Wat is hier gebeurd?